Ik had een stuk, ik denk jouw eigen gedicht, of ik weet niet of het van jezelf is, op je Tumblr gezien. En dat heb ik even opgeschreven, ik zal het even opzoeken. Ik kan mezelf op dit moment... Ik kan het zo niet vinden snel. Maar waar het om neerkwam was dat daar gebeuren ongelukken van, die bedoel je toch, eindigt. Ja. Dat tijd is voor mij ook een soort van thema wat heel erg... Ik weet niet, wat me al heel lang bezighoudt, al vanaf kind of zo. En dat begint allemaal heel, heel banaal bij van... Oké, dus mijn papa en mama gaan ooit een keer dood. En waardoor komt het dan? Ja, omdat er een heleboel tijd voorbij gaat en uiteindelijk zit de tijd erop. En dan ga je afvragen, maar wat is tijd dan? En waarom is tijd zo krachtig dat het je geliefde ontneemt, weet je wel? En dat ze altijd blijven hangen en tijd houdt me altijd bezig. En ik denk dat... Het ging erover dat gedicht slaat bij mij gewoon op. We willen alles te snel, weet je wel. We willen alles nu. En ik, het wordt gewoon heel simpel voor mij. Als dingen te snel gaan, als je te hard in je auto rijdt, als je dingen, daar komen ongelukken van. Als je in het concept tijd dingen te snel wilt, dan kan je er donder op zeggen dat het misgaat. En daar kan je beter, denk ik, wat meer tijd nemen en zorgen dat het, zolang dat het kan, goed blijft gaan, want niks blijft eeuwig houdbaar. En is dit ook je benadering naar de muziek dan, dat je liever wat langer de tijd neemt om een nummer te maken? Nee, dat is gewoon omdat mensen mijn albums niet kopen, denk ik. Enerzijds wel. Ik ben wel iemand, mensen vragen bijvoorbeeld heel vaak van waarom doe je niet mee aan The Voice, weet je wel? Waarom doe je niet mee aan X-Factor? Maar omdat ik dat dus echt zo'n specifiek voorbeeld van vind van je slaat alles over. Je slaat de ups over die je hebt van het zelf doen. Maar nog belangrijker, je slaat de downs over van het zelf doen. En ik zie natuurlijk om me heen, ja niet zo van ik heb het allemaal al gezien of zo. Maar ik heb bandjes soort van zien komen na mij en sneller en hoger zien gaan dan mij. Ja, daarin leer je toch heel erg dat... Het is niet een wet of zo, maar... Mensen die gelanceerd worden op basis van een mediaformule bijvoorbeeld... Daar zit geen eeuwigheidswaarde in, weet je wel? Ik bedoel, Damien Rice wordt nooit gedraaid bij 3FM. Maar ja, weet je, het heeft wel eeuwigheidswaarde. Het zal voor veel singer-songwriters altijd een maatstaf blijven. En voor zo iemand is het erg moeilijk, denk ik, om aan die oppervlakte of onder die oppervlakte te blijven, terwijl je andere mensen onwijs snel en hard ziet gaan in het concept tijd en succes. Ik val tot de categorie die dan inderdaad maar wat langer thuis blijft zitten schrijven. En dan krijg je veel de vraag, oh, maar wil je dan niet spelen? Weet je wel? Wil je dan niet dit doen? Wil je dan niet dat doen? Ja, natuurlijk wil ik het wel. Maar dat kan volgend jaar ook nog. Maar dan doe ik het liever volgend jaar met betere nummers. Dan dat ik het dit jaar doe met nummers die ik niet wil spelen of zo. Ja, je noemt Damien Rice, hè? Die is redelijk van invloed geweest de laatste tijd. Is het misschien... Dat is inderdaad een artiest die komt niet de hele dag op de radio, die komt niet de hele dag op tv. Is dat ook niet misschien waar de kracht van zo iemand ligt dan? Ja, ik geloof van wel. Ik denk dat... Of het echt de kracht is van zo iemand, weet ik niet. Maar het geeft wel iets aan. Want het is een gevestigd artiest. Dat is wat het is. Ik bedoel, hij doet het niet slecht voor zichzelf. Mm. Maar er wordt geen aandacht aan hem besteed in de mainstream media. En wat daaruit blinkt als kracht, is dat ik denk dat als jij heel authentiek bent en als datgene wat jij doet onwijs oprecht is. En in al zijn soort van facetten is wat jij wil dat het is, dan is zoiets als media ondergeschikt, weet je wel. En ik denk dat dat heel krachtig is. Ik denk dat... Dan kom je om dat feit van die bekende uitspraak die heel vaak gemaakt wordt, maar heel vaak niet waar is, van je kan er niet omheen. Weet je wel. En hij is zo iemand waar je niet omheen kan. En het mag niet gedraaid worden en het mag niet groots aangekondigd worden. Maar je kan er niet omheen. En je gaat naar een festival en het staat vol bij hem. Weet je wel.
Maar komt dit dan weer terug bij, ik geloof dat je een quote of over Prince had gezegd, wat je vooral goed vindt aan Prince is zijn compromisloosheid. Ja. Komt dat daar weer op terug? Ja, dan? Dat is hetzelfde verhaal. Ik vind het ook goed min of meer om hunzelfde kwaliteiten. En het zijn twee verschillende artiesten in de zin van wat ze doen. Maar ze hebben allebei dat gegeven van, waar we het net over hadden, weet je wel, met fotografie en... En dat van, oké, wat wil je dan? Die zoektocht. Ik en veel mensen, en ik denk de meeste mensen, en in Nederland ken ik überhaupt niet iemand die daar anders in is, maar die vinden pas heel laat dat moment van settelen. Van, oké, dit is wat ik doe. En dat verkoopt misschien niet het best, en bla bla bla, maar dit is wel wat heel dicht bij mij staat. Tot dat punt heb je meestal compromis gedaan, mainstream gestuurde dingen en weet ik veel wat. En er zijn zo'n handjevol mensen die, het is net alsof ze een bepaalde link in de hersenen missen, waardoor ze een soort van idiot savant worden. En zeggen van, die vinden dat al heel snel. Die zijn 21 en die maken gewoon meteen vanuit de guts muziek. En die staan helemaal niet bij stil wat mensen vinden, weet je wel. En ik denk dat Damien Rice zo was. Prince wilde op zijn 15e zijn plaat zelf produceren en zei daarom tegen Warner van, fuck jou, als ik mijn plaat niet mag produceren, gaan we geen plaat. 15. Toen ik 15 was, toen was ik bezig met het sjouwen van mijn rugtas en hopen dat het de juiste rugtas was, zodat iemand wel vond dat ik heel cool was, weet je wel. En hij zei mooi aan tafel daar als kind van, jongens, ik wil best wel een plaat met jullie opnemen, maar ik moet hem wel zelf produceren. En niet omdat ze een anti-platenmaatschappij attitude hadden, maar omdat dat gewoon het enige was wat ze konden zeggen vanuit hun onderbuik. Ja. En weet je wel, zo heb je gewoon alleen, zo, dat zijn een handjevol mensen denk ik. En dat zijn inderdaad de Dylans en de Andy Warhols en de Damien Rices en de Princes. Heb jij nu ook het gevoel dat jij dat meer hebt gevonden? Nee, ik zou het heel graag willen. Ik denk dat ik iemand ben die het zichzelf oplegt. Ik denk dat ik iemand ben die zichzelf eraan herinnert dat het zo zou moeten. Maar ik ben niet geboren zonder die angst. Zo, waar zij denk ik wel zonder zijn geboren. Dus dat is wel iets wat jij denkt dat wel bij je blijft? Ja, ja, absoluut. Ik niet ten koste van anderen, weet je wel, maar ik zou nooit zo willen worden als een heleboel anderen in de muziekindustrie. En ik ga daar voor de rest geen naam aan verbinden. Ik denk ook dat voor iedereen iets anders werkt. Ik denk ook mensen die heel erg uitbundig zijn en social en networking en weet ik veel wat, dat er ook mensen zijn die dat in de onderbuik voelen. Dus voor hun is dat de juiste manier. En dat moeten ze ook zeker blijven doen. Maar ik behoor niet tot die kant van de muziekindustrie. Laatste vraag. Op het album staat één cover. Dat is Mama, You've Been On My Mind, ja, van Bob Dylan. Ja. Wat sprak je zo aan in dit nummer? Oh man, alles. Ja, Dylan is echt een god als het aankomt op liedjes schrijven en... Hij is de enige, nou ja, en daar komt toch Damien Rice een beetje om, maar hij is de enige die over liefde kan schrijven op een manier dat ik het snap. En hij kan de meest nare dingen schrijven op een cynische, sarcastische manier. En de meest nare shit zeggen ten opzichte van zijn partner op dat moment, of in ieder geval een fictieve partner. En dat ik het liedje klaar ben en dat ik denk, man, wat hield die gast van haar. Terwijl hij eigenlijk alleen maar nare dingen heeft gezegd. En Mama, You've Been On My Mind kwam oorspronkelijk tot me door Jeff Buckley's cover op de plaat Live at Cine. Wat overigens voor iedereen thuis echt een aanrader is. Waanzinnige plaat. En ja, dat kwam, de manier waarop hij schrijft van... Eigenlijk alles wat wij zijn, alles wat wij doen, is helemaal fucked up. En I don't even care who you'll be waking with tomorrow, weet je wel. Het maakt allemaal niet uit wat je uitvreet. But mama, you've been on my mind. En ja, dat is hoe ik er denk ik in sta. Ik hou van narigheid, waar we het al eerder over hadden. En ik hou van drama op een manier waarop je... Juist door middel van de drama en het verdriet en het pessimisme en het cynisme laat zien hoeveel je om iemand geeft. En daar is hij gewoon meester in, weet je wel. En er zijn een heleboel nummers die dat omschrijven,
Maar ik vond dat dit nummer, weet je wel, Don't Think Twice, It's Alright, dat is een nummer wat iedereen kent. En dit was een van de nummers die ik alleen van Jeff Buckley gecoverd had gehoord. En ik denk, ja, misschien moet ik dat ook doen. Oké, dankjewel. Ja, jij ook, bedankt.